Welkom bij Nox Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Trans-Europa en Trans-Amerika en Indo's, uitgegeven door Ravensburger. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers, waar je ongeveer 25 tot 40 minuutjes mee zoet bent. En het doel van het spel is om als eerste een spoorwegbaron te worden. En dat doe je over de loop van meerdere rondes door jouw 5 steden in het netwerk te krijgen. En degene die dat als eerste voor elkaar krijgt, eindigt de ronde en dan worden er prestigepunten verdeeld. En degene die als eerste 13 prestigepunten weet te verzamelen, wordt de winnaar van Trans-Europa. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Frans Benno de Lange en wij krijgen de spelregels in meerdere talen, waaronder ook het Nederlands, met een simpele uitleg. Het is geen complex spel en een aantal varianten waar je mee kan gaan spelen die bij de doos erin zitten. We krijgen het speelbord en dat is dubbelzijdig. Aan de ene kant hebben wij Europa en aan de andere kant heb je Amerika staan. Voor het spelmechanisme maakt het niks uit, alleen voor de herkenbaarheid is Europa voor mij persoonlijk aantrekkelijk. Verder krijgen wij dus ook de stedenkaartjes voor zowel Europa als Amerika. We krijgen een startspelerkaartje, de markers voor de spelers en de scorekaartjes en varianten. En we krijgen de rails waarmee we de verbindingen gaan leggen. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 4 spelers. Elke speler kiest een kleur, plaatst 1 marker hier op het prestigespoor en de andere marker ga je gebruiken om mee te starten. Je krijgt 5 kaarten, 1 kaart van elke kleur en dat zijn de 5 steden die je moet gaan verbinden. En de eerste speler die die 5 steden met elkaar verbonden heeft, die beëindigt de ronde en dan wordt er prestige gescoord. Verder leggen we binnen handbereik de rails. En het uiteindelijke doel, zoals ik al zei, is degene die als eerste 13 prestigepunten haalt, wordt de winnaar. Je wijst willekeurig een startspeler aan en dan ben je klaar om te gaan spelen. Het spel wordt gespeeld over rondes, net zolang tot er dus iemand 13 punten heeft. Of als je een sneller spelletje wil, ga je naar een lager getal. En aan het begin van elke ronde, beginnend met de startspeler en dan met de klok mee, gaat iedere speler zijn startlocatie plaatsen. Dit is de locatie waarvanuit jij gaat bouwen. En dat is natuurlijk eventjes een positie waar je rekening mee moet houden, afhankelijk van de kaart die je hebt. In dit geval heb ik Londen, dat bevindt zich hier, een beetje raar dat paars daar dan staat. Ik heb Zagreb, dat is lekker aan de andere kant van het bord. Ik heb Hannover, die zit hier bovenin. Montpellier, hier onderaan. En Lyon. Dus ik heb een redelijk... redelijk uit elkaar staande hoeveelheid locaties. Maar wat ik ga doen is ik ga gewoon lekker hier onderaan beginnen. Je mag je startlocatie plaatsen op elk willekeurig vrij kruispunt. Een kruispunt is dus eigenlijk waar meerdere lijnen elkaar kruisen. Dat mag ook in een stad zijn. Hoeft niet. Je wilt ook zeggen ik zet hem lekker hier neer. Wat jij wil. Soms wil je informatie niet delen met anderen wat je precies nodig hebt. Dat doen we dan met de klok mee. En dan gaat het spel beginnen. En als je aan de beurt bent, mag je maximaal 2 rails plaatsen. Dat is een beetje afhankelijk van welke verbindingen je gebruikt. Als ik kijk naar mijn eigen station, want je begint altijd vanuit je eigen netwerk. Je mag nooit bij andere spelers aanleggen, totdat dat netwerk van die speler verbonden is met jouw netwerk. Maar ik mag 2 rails neerleggen. Ga je over een enkele lijn, dan heb je daar 1 rails voor nodig. Dus op die manier kun je er dan 2 neerleggen. Of ga je over zo'n dubbele lijn, dan telt die als 2 rails. Dus dan mag je in je beurt effectief er maar 1 neerleggen in plaats van 2 enkele. En wat ik al zei, als je rails plaatst, moeten die altijd jouw netwerk verlengen. En zodra jij met jouw rails het netwerk van een andere speler verbindt, dan is ook dat netwerk jouw netwerk en dan kun je van daaruit weer verder bouwen. Maar je moet altijd een verbinding kunnen leggen met de rails die jij net aangelegd hebt naar jouw thuisstation. Dus maximaal 2 als je enkele lijnen gebruikt of 1 enkele als je een dubbele lijn gebruikt. En dat is meestal over rivieren, bergen en lastig terrein. Maar ik ga even voor deze 2 opties. Dan heb ik in ieder geval vast 1 stad verbonden.
En dan is de volgende speler, in dit geval Paas. Paas zegt van nou, ik wil het kanaal over. Dus die plaatst een enkele. Groen is. Groen zegt ik wil in ieder geval de bergen overgaan. Dus die plaatst wederom ook een enkele. Rood is. Rood heeft zin om richting Praha te gaan. Dus die plaatsen twee, enzovoort, enzovoort. En zo gaan we één voor één knutselen en zul je zien dat het netwerk alle kanten op groeit. Even belangrijk, jullie zien op twee posities een stippenlijn. Dat kun je niet verbinden, daar mag je gewoon niet overheen. Zodra het gebeurt dat twee spelers met elkaar verbonden zijn, omdat ze de rails in elkaars netwerk hebben weten te krijgen. Laten we hem eventjes zo leggen. Op dit moment zijn geel en groen met elkaar verbonden. Wat betekent dat je dus ook gebruik mag maken van elkaars netwerk. Groen heeft nu gratis Lyon en Montpellier erbij gekregen. En ik heb gratis, ik heb Basel gepakt. Maar ik kan nu heel snel een van deze steden aanpakken of hier naar door gaan. Want hij heeft voor mij al de weg gemaakt door de bergen. Dit is nu één netwerk. Dus groen, als die aan de beurt is, mag ook zeggen van nou, ik ga hier vandaan verder. Want ik wil graag een verbinding hebben met Toulouse. En ik kan ook zeggen van nou, ik wil graag hier vandaan verder. Want ik wil graag naar Zagreb. Hè? Dat is mijn netwerk. Dan hoef ik niet zelf helemaal die slier neer te leggen. Dus zo maak je ook gebruik van elkanders netwerk. Zodra een speler alle vijf zijn of haar steden heeft verbonden, dan laat hij dat zien. We checken even of het klopt. Gaat over het algemeen goed. En dan wordt er gescoord. Degene die alle vijf zijn steden heeft verbonden, die krijgt, die heeft 0 rails nodig om zijn netwerk te voltooien. Dus die krijgt 4 prestigepunten. Nou, laten we in het voorbeeld zeggen dat ik dat was. De andere spelers die gaan kijken hoeveel rails hebben zij nog nodig om de verbinding te maken om hun 5 steden in het netwerk te krijgen. Laten we zeggen dat groen in principe nog een dubbele telt ook gewoon als 2 en een enkele als 1. Die had alleen nog een dubbele nodig om Venetia te verbinden. Dus die had er nog 2 nodig. Dus die krijgt effectief maar 2 punten. Paars die had nog maar 1 rails nodig. 1 rails nodig betekent dat paars nog 3 krijgt. En rood was niet eens de buurt. Die had nog 6 rails nodig om zijn netwerk te voltooien. 5 of meer betekent dat je 0 punten krijgt. Dan is de ronde voorbij. Alle stedenkaartjes worden weer in de respectievelijke stapels gelegd en geschud. We krijgen weer allemaal 5 kaartjes. Het bord wordt leeggehaald. De scoremarkers blijven natuurlijk wel staan. En we beginnen de volgende ronde. De startspeler gaat met de klok mee naar de volgende speler. Die begint met het plaatsen van zijn station. Dat doen we dan met de klok mee. En dan begint hij met het plaatsen van de rails en gaan we weer opnieuw knutselen. En zo bouwen wij vrolijk aan ons netwerk. En degene die als eerste in totaal 13 prestigepunten weet te verzamelen, is de winnaar van Trans-Europa. En zo wordt het spel gespeeld. Trans-Europa is een snel en eenvoudig bordspel waarbij je aan de ene kant wat geluk moet hebben en aan de andere kant ook een beetje kan bluffen. Wat ik fijn vind in dit spel is het feit dat je natuurlijk je eigen netwerk aan het bouwen bent en tegelijkertijd aan het kijken bent van wat zijn de andere spelers aan het doen. Liggen zij in de buurt van steden die ik nodig heb en kan ik daar een aansluiting maken op het moment dat het mij het beste uitkomt. Want als ik met die spelers verbind, geef ik natuurlijk ook gelijk mijn eigen netwerk gratis prijs. En dat wil je, zolang dat niet voor jou de overwinning betekent, zo lang mogelijk voorkomen. Dat is een leuk spelletje waar je mee aan de gang gaat. En zeker met 4, 5 en 6 spelers is de kans vrij groot dat je snel een verbinding hebt met anderen. En dan wordt het een beetje de race van welke steden hebben ze nodig en welke locaties heb ik zelf nog nodig om de overwinning naar me toe te trekken, of in ieder geval de prestigepunten naar me toe te trekken. Dus dat is een leuke race waar je mee bezig bent. Wat ik daar minder in vind is dat er een redelijke geluksfactor in zit. Zoals jullie zagen in mijn voorbeeld had ik steden die letterlijk alle hoeken van het bord nodig hadden. Van Londen naar Zagreb, nou verder als dat kun je bijna niet, naar Hannover, naar Montpellier. Dus dat is letterlijk echt het hele bord over en niemand anders die zit bijvoorbeeld
bijvoorbeeld van in zo'n klein hoekje hier. Je hebt altijd wel een afstand te overbruggen, maar daar zit echt wel verschil in of je een beetje gunstige of ongunstige steden trekt. En daar heb je gewoon weinig invloed op. En dat is wel weer een punt waarvan ik zeg, matig. Je kunt tactieken verzinnen tot en met, maar zitten die steden gewoon te ver uit elkaar ten opzichte van iemand die ze wat lekkerder geclusterd heeft, ja, dan wordt het gewoon een uitdaging. Thema en vormgeving zijn prima, de componenten zien er goed uit, de afbeeldingen zijn helder, de namen zijn duidelijk. Alleen de plaatjes hier bovenaan vind ik persoonlijk wat minder aantrekkelijk. Het is natuurlijk gebaseerd op het feit dat je begint als simpele spoorwegbouwer en jezelf zo langzaam maar zeker opwaardeert naar conducteur, naar machinist en dan ga je in de... Ja, in de managementlaag zitten tot je uiteindelijk de spoorwegbaron wordt en de heerser van het hele de hele zooi. Dat is leuk gedaan, maar ja, de artwork is niet mijn persoonlijke stijl. Wat ik zelf ook minder vind, laten we zeggen, het basisspel op zichzelf speelt gemakkelijk, simpel, maar door de redelijke geluksfactor vind ik het na een aantal potjes niet zo heel uitdagend meer. En dat maakt dat ik het basisspel zonder de variant die er gewoon bij in zit op een zesje zet. Met de variant echter, dan komen er 19 kaarten in het spel. Die schud je en aan het begin, voordat iedereen zijn stationnetje plaatst, wordt er eentje opengedraaid en die verandert een conditie. Nummers 1 tot en met 15 maken het spel sneller. Soms hoef je dan maar 4 steden aan te doen. Soms krijg je meer punten of kun je door... ondanks dat je verder weg ligt voordat je alles compleet hebt, toch nog punten scoren. Of je mag meer rails neerleggen. Dus, die maken het sneller. En kaart 16 tot en met 19, die maken het spel tactischer, strategischer. Dus dan krijg je nog een extra laagje erin. Die kaarten maken voor mij het verschil. En ik zou ook in ieder adviseren die iets meer controle wil of iets meer uitdaging om met die variant die gebeurteniskaartjes te spelen. Die geven het spel wat mij betreft net even dat setje waarvan ik zeg dat maakt het inderdaad tot een goed spel wat ik graag op tafel leg. Zonder die kaartjes vind ik het gewoon net te weinig body hebben voor mij persoonlijk om steeds weer neer te leggen. Het is iets te veel van geluk ten opzichte van de tact en de controle die ik graag in een spel zie. En alles bij elkaar genomen maakt dat Trans-Europa gewoon tot een snel, gemakkelijk en vermakelijk spelletje om te spelen. Speel je het met jonge kinderen of onervaren spelers, dan zou je het basisspel prima kunnen spelen als introductie. Maar ik raad aan om gewoon gelijk die variant van de evenementen erbij te gooien, de gebeurtenissen, zodat er gewoon wat meer uitdaging in komt en het spel elke keer net even wat anders wordt. En dan wordt het echt leuk, dan krijg je echt iets meer het gevoel dat je controle hebt, je gaat iets meer tactische overwegingen maken en dan wordt het spel echt een stuk beter van. En daarom heeft dit spel ook met deze variant die er gewoon bij in zit, van mij toch een 7 gekregen. Spellen zolder.